Jarenlang heb ik al opgetreden. Kinderen zeggen altijd, hallo Danny Appel, je lacht je gek, weet je. Ja, hij is heel fijn om te spelen. Zoon Koman heeft... Wasco de wasbeer. Vader Koman speelt met... IJsco de ijsbeer. Frank Koman werd eind jaren 50 bekend met de televisieserie IJsco de ijsbeer. Daarin speelde hij live een poppenvoorstelling. De volgende keer. Komen nog wel eens mensen hier die zeggen, heb ik vroeger als kind nog gezien bij de buren? Want dan gingen ze bij de buren kijken. Zijn hele leven speelt hij al met poppen. En een halve eeuw heeft hij nu zijn eigen theater. Zijn zoon treedt in zijn voetsporen. Toch is er een duidelijk verschil tussen de generaties. Frank is een hele goede improvisator. Hij is heel precies en heel secuur. Die is wel eens een beetje slordig en dan denk je, ja, maak het nou iets netter. En dan... Het uitlichten van de scènes is een van zijn hobby's. Daar is hij eindeloos mee bezig. Dan denk ik, ah joh, het is nou wel goed. In het poppentheater brengen de twee heren de meest uiteenlopende sprookjesachtige figuren tot leven. Nou. Het is bijna magie. Het is hier wel stil, hè? Het donker is hier. Als kind wist ik het wel, er zit iemand achter, maar dat vergeet je. Je staat achter dat gordijn en niemand ziet je. Als je zelf speelt, dan is dat een heel bijzonder moment om dat te voelen. Dat ze echt niet, ze letten niet op jou, maar ze letten alleen op die pop. Dat vind ik heerlijk, ben ik helemaal vrij. Kan je alles zeggen wat je wil, er wordt nooit iemand boos. De pop leeft voor ze. Het theater stroomt bij elke voorstelling vol. Met nieuwe bezoekers, maar ook met oude bekenden. Toen ik kind was en daarna met mijn eigen kinderen en nu weer met mijn kleinkinderen. Dus ik ben hier altijd geweest. Voor het 50-jarig bestaan van het theater is er een boek uitgebracht. Handen omhoog. Aanstaande zondag wordt het eerste exemplaar gepresenteerd.